Eindelijk mag ik bekendmaken wat het kinderwoord van 2021 is. Jullie hebben zot veel gestemd, meer dan 40.000 keer. En ik ben hier nu op de IVG-school in Gent om het bekend te maken. Ik zie hier ook alle woorden terugkomen op jullie mondmaskers. Gast, mastobbe, bruh, bro. Maar er is natuurlijk maar één woord dat kan winnen. En ik ga jullie niet langer in spanning houden. En het kinderwoord van dit jaar is... Er staat mastobbe op jouw masker. Betekent dat ook dat jij daarop hebt gestemd? Ja, ik heb daar zeker op gestemd. Ik vond dat een zeer leuk woord. Ik vond het gewoon grappig hoe dat hij dat zei. Ik had op het woord gestemd omdat ik het ook een leuk woord vind. En ik vind het ook leuk dat Simon zo'n rood tomatenpak zo rampje op. Ik kreeg een halve hartaanval toen ik zag dat Timon hier was. Tegen wie zeg je dat dan zoal? Als wij bijvoorbeeld tegen de meester zeg ik dat dan soms. Als mijn mama of iemand anders gewoon iets verkeerds doet, dan zeg ik in de plaats van stop, maar stoppen. En dan, ja, dan beginnen ze zelf ook te lachen. In totaal is er meer dan 40.000 keer gestemd. Oh my God. En meer dan 26.000 keer op mastobbe. Wat vind je daarvan? Dat is echt... Nee, dat is echt... Dat kan je niet geloven. 26.000 keer op mastobbe. Mastobbe! Nee, ik denk dat dat een beetje de kracht is van TikTok. Maar ja, dat zijn cijfers die... Dat past niet in mijn hoofd natuurlijk. Nee, amai, super aan bedankt iedereen. Ja. Van waar komt het woord? Ik had dat één keer gezegd in een video en ik zag alle comments gingen over mastobbe, mastobbe. En dan de video's erna zei iedereen, oh, heel mijn klas zegt mastobbe, heel mijn school zegt mastobbe. En dan dacht ik, oh my god, wat gebeurt er? Hoe kan nu één woord zelf ontploffen? Mastobbe! Merci allemaal om te stemmen en om naar deze video te kijken. Vergeet hem zeker niet te liken, abonneren op ons kanaal en we hebben nog veel meer video's.